Ja. Hé, hey, buurvrouw. Je bent weer druk bezig aan zwaar. Kantoor op je wel, ja. Buurman, ben je bij mij gekomen of naar kantoor, Ikoluku? Tjare, jere. Je hebt gelijk, Baya. Oh, nou, dus je hebt gebeld, dus ik dacht ik kom erin en kijk wat er is gebeurd. Ja, klopt. Is er wat? Voordat je er bent. Je zei, je vertelde me laatst toch dat die zoon van je, Jamal, hij in een organisatie zit, Social Army, toch? Dat wat Jamal presteert nu, met en voor die jongeren. Hé, ik ben trots op die jongen, boy. Ik ben blij dat hij zo'n keuze heeft gemaakt. Met Tegi. Wel, zo iemand hebben we nu nodig in het parlement. Parlement? Ja. Mevrouw Mbegi. Naar Aladdin de Orukel in het parlement. Mevrouw, hou op, man. Nee, buurman. Die jongen is nog te jong. Die jongen is nog te jong. Maar naar Aladdin Bikel. Buurman, luister. Ik luister. Ik heb het over het jeugdparlement. Oh, de Jim Tori. Jeugdparlement en Orukel parlement. Is niet hetzelfde. Iedereen komt in de war. Daarom hebben ze het nu een andere naam gegeven. Zo'n Nederland. Jeugdraad. Oh, dat is iets anders. Als je meteen niet dat niet direct meer beschreven in. Alle jongeren uit alle districten kunnen zich dus kandidaat stellen. En dan kan je dan op zo'n manier dus dan de rest vertegenwoordigen. Oh, dus deze Jamal is gewoon kandidaat. Tuurlijk. Mm-hmm. En wacht hoor, laat me je goede informatie geven. Mm-hmm. Op 1 juni kunnen alle jongeren uit Suriname stemmen. En op 27 april vindt kandidaatstelling plaats via de website. Wacht even. En waarom ik zeg dat Jamal zich kandidaat kan stellen, hij voldoet aan alle vereisten. Hij zit in een jongerenorganisatie, hij doet aan sociaal werk. Hij is, hoe oud is hij? 18. Hij is tussen die leeftijdklasse 12 tot 25 jaar. Mm-hmm. En hij is nooit in aanraking gekomen met de politie. Nee, toch? Nee. Zie je, hij was het alle vereisten. Dus bijvoorbeeld, terwijl je takkie toch, dat zie Jamal Alboy, naga ayas, naga das. Om ik kan weer wat gerias. Gerias. No. Wat groen met de rode das. Jamal de president van Suriname, mijn Jezus Christus, daar ben ik zijn vader naast op, mijn Jezus. Ik zie me al naast Jamal. Kan je voorstellen, mevrouw? Wanneer begint die, wanneer zei je, juni nou? 27 april vindt de kandidaatstelling plaats. Uh-huh. En op 1 juni kunnen de jongeren dus dan stemmen op deze dus kandidaat. April. Hé, hey. Waar? Hoe kan het gebeuren? Waar kan ik gaan? Naar het adres? Want dan ga ik Jamal nu tim op of Juja. Naar direct mee geschreven in. Buurman, je hoeft nergens met hem te gaan. Gewoon online. Digitaal. Oh? Ja. Digitaal kunnen ze zich dus kandidaat stellen. Uh-huh. Op de website. 27 april vanaf 8 uur morgens tot 3 uur middags. 3 uur middags. Dus ja, en op 1 juni van 7 uur morgens tot 6 uur middags kunnen dus de jongeren dan op hun stemmen. Oké, dus gewoon online kan ik stemmen. Online. Dus ik kan gewoon, want nu heb ik al in mijn hoofd, ik ga gewoon 10 keer op Jamal stemmen. Online. Nee, buurman, het kan dat niet. Is, maar hoe niet? Het kan niet. Is mijn zoon toch? Luister. Alle jongeren hebben het recht om te stemmen toch? Uh-huh. Op die kandidaten. Yeah. En je kan slechts 1 keer stemmen. Maar jij kan niet, want die Oruba is alleen voor die jongeren. Het is alleen jongeren. Wacht. Dus alleen die jongeren kunnen stemmen. Alleen die jongeren. Dus ouders niet. Nee. Maar buurvrouw. Nou, maar Sani, want hij is oru maar. Maar alleen nog? Alleen. Mevrouw, ik ga Jamal.